Bolhebbers, Bolhebberinnetjes. Welkom in het Bolhebbersparadijs. We gaan vandaag, alles inleveren. Er zal vanavond een nieuwe prins komen. Ik wil jullie heel veel plezier vanavond. Voor mij zit het erop. Ik wil graag de microfoon overdragen aan een van de oude prinsen. Want die moet volgens mij het een en ander gaan doen. Ik heb mijn assistent meegebracht, prins Theo. Het werkt klaar. Jullie een presentatie doen van Miljoenenjacht, waar in Kasteren Bolhebberschap omgeturnd is naar Prinsenjacht. Jullie zijn op zoek naar een prins, heb ik horen vertellen. Als ik mijn show op de televisie presenteer, ben ik nooit aan iedereen te zien. Dus ik zou er heel graag. Nummertje 39.
Hallo. 444.444 en euro en 44 cent. Onze advocaten spreken elkaar af. Heel goed, we winnen toch. Maar dat heeft niks. Je hebt 44 cent gewonnen, Erik. Ik vond het sportief hoe dat je het oppakte. Dag Linda. Linda? Ja? Hallo, ik ben Winston Gerstanovic. Ik denk ik zeg het er eventjes bij, want dan zien jullie misschien niet. Heel goed. Ja? Maar ik ben hier met mijn lieftallige cameraman in het pittoreske Kasteren. Oké. En we gaan eens eventjes kijken of wij hier mensen blij kunnen maken met een nieuwe prins. Ik denk dat jij daar niks mee gaat doen. Oké. Linda. Ik ben klaar. Ik wil jou vriendelijk bedanken. Geef ze een geweldig applaus. Linda de Mol. Super gedaan. Daar kan maar één ding in zitten. En dat is een prins. Een 44 prins. Hi, een prins. Voor Mepscat 2014. Is gewonnen. Mijn naam, Prins Victor de Tweede. Mijn adjudant voor dit jaar is Toon Meijs, senior. Prins Victor de Tweede, gefeliciteerd, geniet ervan en hier de scepter. Even het woord overnemen voor het jubileumjaar. Oud-voorzitter Marvin. Nou, ik heb een scepter gekregen dat mijn 44 jaar bestaan. De nieuwe scepter gewoon normaal is. Ik denk dat ik de kracht zo'n oude, hoe moet ik zeggen, gewoon een oude streken scepter gekregen heb, denk ik. Je wordt er blij mee, want je wist niet beter. Maar dan wil ik toch de Melderaks naar voren wil komen. Want ik zie hem daarmee de schatkist komen. Die gaan we even openmaken. Kees, van harte proficiat. Met je prinsen. Ik overhandig deze schepper 27 op. Dat is de schepper van de oud prinsen. Kees, bedankt. Ik hoop dat je nog een gezellige carnaval hebt. Ook de adjudant, ook de Rokenhelft, ook de dames van de Rokenhelft. Zet hem op, hè. Maar kaas is groot met carnaval. Bedankt. De prinses van vorig jaar. En die maakt wel een kroontje bij de nieuwe prinses. Met een vrienden van de Bats. Thank you.